Chamberlain, voormalig VVD-fractielid in Medemblik en nu ben je een eigen partij begonnen, Hart voor Medemblik. Vertel. Dat klopt. Je bent goed op de hoogte. Ik ben sinds vandaag geen lid meer van de VVD. Ik heb mijn lidmaatschap opgezegd en ik ben begonnen met de oprichting van Hart voor Medemblik, die zich vooral richt op ombudspolitiek, wat geïnspireerd is door Richard de Mos van Hart voor Den Haag, Groep de Mos. Ombudspolitiek betekent het luisteren naar inwoners en naar hun problemen. En dan die noden dan vertalen naar politiek beleid. En ik denk dat dat het verschil kan maken in Medemblik. Hoe ben je er ook op deze stap gekomen? Ik heb hier lang over nagedacht. Ik heb wel met mezelf ben ik te raden geweest bij familie, vrienden en ook bij mijn kiezers. Hoe nu verder en wat missen we in Medemblik? En daarin kwam ik steeds weer meer terug bij eigenlijk de ombudspolitiek. Het oplossingsgerichte politiek dus. Zonder de kaders van liberale gedachtegoed of socialistische, religieuze of conservatieve kaders. Dus het is zonder hoekjes denken. En daarin merkte ik dat ik daarin werd tegengehouden en eigenlijk geen prettig gevoel had. En nu heb ik wel dat, nu kan ik daar wel in verder gaan. Wat is je streven met Hart voor Medemblik? Het streven is dat we de komende 2 jaar de beweging gaan uitbreiden. Echt op de ombudsmanpolitiek gericht. Langzaam op doorgroeien, uitbreiden. En over 2 jaar meedoen met de verkiezingen. En dan meedoen. Nu ben je uit de VVD. Blijf je de coalitie wel steunen? Of ga je naar de oppositiekant toe? Dat is een goede vraag. Ik heb aangegeven bij mijn afscheid met de VVD dat ik het coalitieprogramma steun, maar wel met een kritische blik. Dat heeft te maken met dat ik hun ook dankbaar ben voor de afgelopen 2 jaar hoe ik met hen heb samengewerkt en dat ik het ook goed wilde afsluiten. En zo voelt het voor mij dat ik het op deze manier goed afsluit, dat ik wel het coalitieprogramma steun, maar met een kritische blik. Oké, dankjewel. Wil je nog wat tegen je toekomstige kiezers zeggen? Ik kom graag met u in gesprek. Neem met mij contact op en ik ga kijken wat ik voor u kan doen. En wellicht kunnen wij in Medemblik doorgroeien dankzij u. Dank u wel.